Heyo, what up? Dit is Quadrant. Je kijkt naar een nieuwe video waarin dat ik jullie eigenlijk een kijkje achter de schermen ga laten zien van hoe ik muziek maak voor de video's. En dit doe ik namelijk met FL Studio. Dat is geen gratis programma, ook al heb ik het wel gratis, maar oké, daar later over. Ik ga jullie gewoon laten zien hoe ik een track ga maken, zeg maar. En deze is al een keer in een video voorgekomen, maar toen had ik hem, zeg maar, was ik hem net begonnen. Maar ik heb er heel lang niet meer aan gewerkt en nu ga ik gewoon laten zien hoe ik hem ga afmaken. Dus jullie zien nu, hier zien jullie FL Studio en ik ga jullie nu de track laten horen die ik tot nu toe heb, dus let's go! Nou, zoals jullie horen, dat is dus wat ik tot nu toe heb gemaakt. Nou, is nog lang niet af, want er moet, zeg maar, nu moet weer een melodie terugkomen. Er moet weer een drop komen en mijn stijl is een beetje om, zeg maar, de tweede drop net iets anders te maken dan de eerste. En dan de build-up ook. Dus de build-up is, zeg maar, dit gedeelte. Oké, dat is dus dat gedeelte wat omhoog gaat en dan komt de drop en dan de beat. Let's go. Ik ga gewoon wat doen. Ik ga gewoon weer, zeg maar, pattern 1. Dat is dit gedeelte. Ga ik, denk ik, gewoon weer even hier achter plakken. En ik ga gewoon even kijken wat ik ga doen. Ik ga een beetje met baselines rommelen. Een beetje met nieuwe synthesizers die je hier kan vinden. Ik heb bijvoorbeeld Nexus. Vind ik een hele chille. Trouwens niet gratis, heb ik ook weer gewoon ergens vandaan gehaald, zeg maar. Als je FL Studio zelf wilt, het kost in principe €700. Nou, de meesten die kunnen dat niet betalen, ik zelf ook niet. Ik kan net deze camera betalen. Volgens mij is ik geen eens helemaal in beeld. Maar er zijn genoeg dingen op het internet te vinden, zoals licentie hacks. Dus je downloadt gewoon de demo en dan doe je een licentie hack eroverheen, zodat het net lijkt alsof je het gekocht hebt, dat soort dingen. Zoek maar op het internet erop uit. Vervolgens kom je bij plugins. Want met de standaard FL Studio kan je op een gegeven moment ook niet veel meer. Nou, dan moet je gaan kijken welke plugins vind ik vet. Nou, ik zou er Nexus en Silent One aanraden. En daar kan je gewoon op het internet naar gaan zoeken van, weet ik veel, een of andere APK rommel. En dan moet je het ergens in een mapje zetten in FL Studio. En dat moet je allemaal zelf maar uitzoeken. Maar in ieder geval, ik heb het dus niet gekocht. Dus dat je dat even weet. Maar ik ga nu even een timelapse starten met mijn GoPro. En dan zie ik jullie zo terug. Nou, ik ben nu weer een stukje verder. Zoals jullie waarschijnlijk net hebben gehoord, ben ik, zeg maar, een beetje fan van dat soort mysterieuze muziek. Dus vandaar een beetje deze stijl. Ik heb nu weer iets heel anders gedaan. Zeg maar het begin. Zeg maar, oké, ik ga het gewoon filmen. Zeg maar dit stukje. Daar heb ik het ritme een beetje van veranderd. Daar heb ik dit van gemaakt. Een momentje. Ik heb nu even geen computer recorder, zeg maar, op het scherm zelf, want dan lekt die een beetje. Maar goed, daar heb ik dit dus van gemaakt. Dat is heel, een stuk ritmischer. Wacht, ik zet even de baseline uit.
Nou, daar heb ik dat dus van gemaakt. En daarna ben ik zeg maar de oude melodie er weer doorheen gaan mengen. Dus dan heb je twee melodies door elkaar. Dus dat klinkt ongeveer zo. Oké, dat is. En daarna ben ik een bassline eronder gaan zetten. En in het begin is die bassline gewoon lange noten. En daarna dan wordt het gewoon heel, een beetje, zeg maar, een beetje dat gepompt, weet je wel. Dat ton, 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 weet je wel. Oké, ja, laat maar. Oké, ik laat het jullie gewoon weer zien. Nou, zover ben ik dus tot nu. En nu komt er weer een soort van build-up aan. En daarna weer een nieuwe drop. Dus ik moet nog even kijken hoe ik dat ga doen. En ik ben nog vergeten te zeggen dat aan het einde van de eerste drop heb ik een soort van einde aangemaakt. En daar ga ik nog wel wat aan doen, want het is niet helemaal compleet. Maar dan heb ik een soort van echo aangemaakt. Dus luister mezelf. Dan begint dat stuk weer wat ik net heb gemaakt, maar daar ga ik nu dus mee verder. Dus let's continue the timelapse. Lekker Engels ook. Nou, ik ben inmiddels alweer 20 minuten bezig uit mijn hoofd gezegd. Ik heb weer een hele hoop gedaan. Ik heb de drop opnieuw gemaakt. Opnieuw een hele hoop aan veranderd. Want ik doe de tweede altijd anders dan de eerste, zoals ik al eerder zei. Ik heb de build-up een beetje veranderd. Ik heb nog veel meer dingen veranderd. Een paar details. Ik denk dat dit ongeveer het einde van de track is. Ik ga hierna nog een klein paar wijzigingen doen. Nog een paar details aanpassen. Sound effects en geluid, volume, shit. Misschien nog een intro en een outro. Maar ik ga nu deze video ga ik beëindigen. En nadat ik deze beëindigd heb, dan horen jullie nog even hoe die uiteindelijk is geworden. Dus like, abonneer, deel en reageer. En dit is trouwens niet de enige soort video's die we maken. Want dit is eigenlijk alleen deze video die we over FL Studio en muziek maken. Normaal maken we freerun video's, vlogs voor het geval dat je opnieuw op de kanaal bent. Rooftop shit. Bij 50 abonnees gaan we iets super vets doen waar we jullie nog niks over kunnen vertellen. Omdat we het nog niet hebben gedaan. En het is illegaal. Of althans, dat ga ik niet doen, maar dat gaat Mats doen. Dus zorg dat we die 50 abonnees krijgen. Ja, dat was het wel zo'n beetje. Dus ik kan nu nog een beetje aan de track doen waar ik zelf wil doen. Zoals intro's, outro's, volume dingen. En dan horen jullie nu hoe die geworden is.